Muziekmakerij Blaas hem op zag 40 jaar geleden het levenslicht en mag zich inmiddels samen met Mooi Zat de oudste blaaskapel van Venera noemen. In de kranten heeft dat al gestaan. We bestaan gisteren precies 40 jaar. Dus vandaag 40 jaar plus één dag. En door die 40 jaar hebben we natuurlijk heel veel meegemaakt. En dat hopen we nog in lengte van jaren vol te houden. Wij gaan door tot het gaatje, zeggen we zo wel eens in de krant. Dus we proberen natuurlijk met z'n allen en met ook wat aanwas van nieuwe muzikanten. Net als mijn dochter speelt nou voor het eerst mee trouwens. Willen we toch zorgen dat we op langere termijn in het verreizen, maar ook in het buitenland, in Duitsland vooral, veel optredens gaan maken. Wat was de aanleiding van de oprichting? Op een maandag hebben wij in 1978, in het oprichtingsjaar, hebben wij de Plaarzeg gezien in de optocht van 1978. En wij hadden een vriendengroep die vroeger een orkestje hadden en zeiden we, dat is leuk, dat gaan we ook doen. En toen hebben we 15 september hebben we een vergadering belegd met een paar mensen bij elkaar. En daar is Bojarjens er eentje van, mijn broer Theo is er eentje van, Piet Lochjes is er eentje van, Pierre Pijpers was erbij en ikzelf. Dus met 5 man zijn we in feite gestart. En dat is zo uitgegroeid naar wat we nu zijn. En we zijn nu met 13, 14 man. En dan proberen we dus zoveel mogelijk afwisseling te krijgen in saxofoons of trombone en tuba en trompetten. En we hebben natuurlijk een grote troef, dat is onze zanger Boy. Kortom, er zit nog genoeg muziek in Blaas hem op. Daar zit ontzettend veel muziek in en we repeteren natuurlijk elke week, want dat hoort erbij voor het een beetje op niveau te houden. We pretenderen niet dat wij fantastische muzikanten zijn. We hebben het vroeger, als Joekskapel hebben we dit geleerd van zullen we een trompet kopen en we beginnen maar. En we zien waar het eindigt. We hebben natuurlijk wel in de loop der jaren leer je veel bij. Maar unieke conservatoriumklanten zijn we niet en zullen we nooit worden. Wat betekent Blaas hem op voor jou persoonlijk? Ja, dat is een heel leven. Hè? Van, mijn vrouw zegt wel eens, je bent met Blaas hem op getrouwd. Maar ja, dat is toch niet zo, want we zijn ook al 50 jaar getrouwd. Dus. Maar heel, heel mooie muziek maken en leuk voor de mensen. Dat betekent Blaas hem op. En jullie hebben in het verleden zelfs een promotiefilmpje gemaakt. Ja, dat is in 2000 geweest. Het millennium vonden wij een leuk idee voor ten eerste een boom te planten op de Molenklef. Die staat er nog steeds met een manquette erbij dat we die geplant hebben als Blaas hem op. Als muziekmakerij was dat toen al. En toen hebben wij een promotiefilmpje gemaakt, Running Bear. Het bekende Amerikaanse liedje is dat. Dat is opgenomen door Sint Winterverrij en dat is afgespeeld eigenlijk rondom de Geisische bossen. That didn't die, running bear, goes in the water, little white dove, does the same, hands and swim, up to its azure, through that swirling, streams again, as the hand touch, and the lips met, that raising river, pulls them down, now they always will be together, in the happy auntie round, running bear, lost to the white dove, with love, as big as the sky, oh running bear, lost to the white dove, with love, that never dies. Little white dove, Mr. Love, that never dies.